Goedemorgen! Welkom maar weer aan een nieuwe vlog van de Avonturenfamilie! Zondagochtend, tijd voor een nieuwe vlog. We gaan vandaag wat leuks doen, hebben we net besloten, hè? Wat gaan we doen? Weet je wel. Ja. De meningen zijn nog een beetje verdeeld, maar waarschijnlijk gaan we even naar de skipiste hier in Evenkalix. We weten niet zeker of die open is. Als die niet open is, dan gaan we daar even sleeën. Want het is ook niet zo koud. Volgens mij is het nog steeds ongeveer min 5. Dus we nemen jullie mee vandaag. Veel kijkplezier! Nou, de dag is iets anders verlopen dan dat we van tevoren hadden gepland. Ik ben namelijk even naar de winkel geweest en ondertussen heeft Bo gespeeld bij een vriendinnetje in Evenkalix. Dat was de eerste keer en ze vond het best wel eng. Dus ik ben ook eventjes bij hun gebleven, even een kopje thee gedronken. Daarna gauw naar de winkel geweest. Toen was ze er dus even alleen. En dat ging eigenlijk hartstikke goed, maar ze vond het wel heel erg spannend. Dus ja, boodschapje gedaan. We zijn nu weer thuis en Jeroen is aan het sneeuw schuiven met de trekker. Want dat was ook nodig, dus ik neem jullie mee. De voorlader doet nog niet helemaal wat het moet doen, want Jeroen durft nog niet heel veel sneeuw op te liften, zeg maar. Om vervolgens de bakken te gooien. Hij doet het alleen nog maar schuiven. Omdat ze er dus niet zo goed bij konden met het lassen, om hem weer te repareren, doet hij dus nu voorzichtig daarmee. Omdat we nogal wat sneeuw krijgen en op deze manier kunnen we het wel makkelijker wegschuiven. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is nog geen 6:30. 4:45, we zijn al een uur wakker. We dachten, we gaan lekker vroeg op tijd op bed. Ja. Vandaag gingen we erin 8:00. Ja. Yeah. Ja, en dat was voor jou het resultaat dat je dan om 2:00 gelijk weer klaar wakker was. Ik heb blijkbaar 6 uurtjes slaap genoeg. Ja, nou weet je dat ook voor de volgende keer. En ik voel mezelf niet helemaal topfit, dus ik ben even lekker onder de douche gesprongen, paracetamol achter de kiezen en... we hebben al een beetje. Jij bent al klaar voor werk. Jij gaat zo onderweg. Dus top om de maandag zo te starten. Het is inmiddels 5:45. Jeroen is naar zijn werk. Sterre is inmiddels wakker. Die zit even op de bank. En ik ga even een nieuw schema voor die meiden maken. Wat betreft de dingen die ze moeten doen als ze 's morgens wakker worden. Maar ik ga ook even kijken of ik erin kan verwerken wanneer ze gym hebben en wanneer ze zwemmen hebben. Want ik krijg best wel vaak de vraag van Bo van, goh, moet ik vandaag gymmen? Moet ik vandaag zwemmen? En ik weet, bij Bo is dat altijd op donderdag ene week zwemmen, andere dag gym. En bij Bent is het altijd, elke maandag is het gym, elke dinsdag is het zwemmen. Dus ik ga dat even in een schema verwerken en dan hopelijk dat het voor hun wat meer duidelijkheid geeft. En hoef ik het niet steeds te zeggen en ja, ik ga aan de slag. Dit keer wit papier, kunnen ze mooi versieren straks.
naar deze morgen. Het is alweer dinsdagochtend. En ik ben alleen met Sterre. Die meiden zijn alweer naar school. Het is een prachtige dag. Het is wel heel erg koud. Het is namelijk, ik zal het jullie even laten zien, weer boven de min 20. Check dit. Het is min 26. Heel koud, zoals je wel zult begrijpen. Het was de afgelopen dagen, zijn we natuurlijk best wel verwend met min 5, min 10 max. Dat was er echt wel. Maar kijk jongens. Het is hot. De zon schijnt, dus het is heel helder. Maar een beetje fris. De airco houdt het aardig op temperatuur binnen. Met deze temperatuur, hij moet wel iets bijstoken met de elektrische kachels, maar verder gaat dat op zich wel goed. En wat ik nog even wilde zeggen, we hebben de energierekening van januari binnengekregen. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie denken. In december betaalden we 5280 SEK. Om erbij omgerekend 480 euro. Wat denken jullie dat wij in januari moesten betalen? Waarin we de eerste week temperaturen van min 40 hadden. Let us know. Het lukt toch nog niet om de hele dag wakker te blijven, arm kind. Ze is omgevallen. Ik ga nu eventjes wat dingen op de computer doen terwijl zij slaapt. En dan kan ik zo meteen weer tijd maken voor haar. Dus, oh ja, en even eten. Ook belangrijk. Noedels. Het is ietsje minder koud dan vanochtend. Maar, jongens, het is 4:15. En kijk eens hoe licht het nog is. De zon is daar wel achter de bomen. En die gaat zo onder, maar hey, 4:15 en nog zo licht. Bizar hoe snel dat gaat, jongens. Our hearts beat to the city streets. Yes. S van Isam. Ora wens niet. Er niet. Osamansa en Meiso Tima. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls us from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop. Goedemorgen. Het is woensdagochtend en we zijn allemaal gereed om te vertrekken, want we gaan met z'n allen in de auto. We brengen die meiden zelf naar school, Sterren naar de opvang, want wij hebben vandaag onze eerste les bij de SFI. Spannend! Kijk, we zijn bij het schooltje van Sterre. En Sterre, heb je er zin in? Ja. Ja? Jee! Ja, ik ga je helpen. Nou, andere meiden zijn ook gedropt bij school. We hebben geparkeerd. En Jeroen zet even de auto aan de motorverwarming. Want ze hebben hier overal van die kastjes. Met timers zie ik trouwens. Pas net. Zodat hij aan de motorverwarming kan. Hoe koud is het nu? Min 14 was het, geloof ik, hè? Ja, nee, ik weet niet hoe koud het nog was. Nee, daarom. Dus we hangen hem gewoon lekker aan de motorverwarming. En het sneeuwt behoorlijk. Wij moeten zo die kant op. Dit is trouwens het hoofdgebouw. Daar zitten de oudere kinderen van de openbare basisschool van Neuven-Kalix op. En het achterste gedeelte is de... Ja, kantine, de eetruimte, zeg maar. Het restaurant, zoals ik het noem. Want ze krijgen daar echt een volwaardige maaltijd. En het gebouw waar wij moeten zijn zit hier achter. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, ja. Ja? Heb je er zin in? Ja. Ik ook.
Het is wel koud trouwens. Ik heb geen handschoenen aangedaan en geen muts op. Het is zo koud. Maar nou, ik heb kou. Winter is koud. Nee, het is geen winter. Allemaal sneeuw en geen winter. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Nou, onze eerste lesdag zit erop. Nou. 11:30 is het. Hoe ging het? Slecht. Het was lastig, hè? Nou, slecht. Dit werkboek dat ging nog wel, maar toen we moesten gaan praten, dan wordt dat toch lastig. En je merkt dat die mensen waar we mee zitten, ja, al veel verder zijn. Klopt. Die zitten al wel misschien, sommigen zitten misschien wel een jaar op les. Ja. Ja, en wij. Eén dag. We kunnen het een en ander wel verstaan, maar. Ja, ik versta het wel goed. Nog praten, dat is gewoon lastig. En als je dan een gesprek of een interview moet doen. Ja, we moesten gelijk een interview doen, maar goed. Ik weet nu wel, de zinsopbouw is exact dezelfde als in Nederland. Ja. Dus dat maakt het wel een stuk makkelijker. We hebben wel iets geleerd vandaag. Nou, gauw Jeroen naar het werk brengen. Oké, de boodschappen zijn ook binnen. Dus dat heb ik gedaan. Ik ga nu naar de bank, want ik heb 12:30 afspraak. Het is 12:55, dus ik moet wel gauw. Ik heb het bonnetje even bewaard. En ik ga even jullie zo meteen laten zien, even proberen om te laten zien wat we hebben uitgegeven voor, ik geloof uit mijn hoofd, 1470 Zweedse kronen. Dus stay tuned. Nieuwe poging bij de bank. Ik stond er om 12:30, toen zei ze 12:30. We hebben eigenlijk nu lunchpauze, dus het zou gek zijn als jullie een afspraak hebt. Maar dan in het Engels. Dus ik zei, oh, oké. Dus ging ik even nakijken, had ik om 12:30 een afspraak. Heb ik natuurlijk gewoon niet goed genoteerd. Super handig. En ondertussen even naar het hotel geweest, even lekker warm chocolademelk gedronken. En even gelijk aan het leren geweest met de papieren die ik heb gekregen van de klas van vanmorgen. Dus het is nu 11:55, nieuwe poging bij de bank. En hopen dat het in één keer lukt. Ik heb alles mee. Ik heb daarvoor mijn paspoort mee en mijn Zweedse identiteitskaart. Met daarop mijn persoonsnummer. Die hebben ze nodig. Dus bij Jeroen was het ook zo gepiept. Ik hoop bij mij ook. Nou, dat was een kort bezoekje. Ik was echt maar, ik denk 10 minuten binnen geweest. En wat ik even heb gevraagd is of wij weer een gedeelde rekening konden krijgen. Nee, heb ik niet gevraagd. Daar kwam zij zelf mee. Of dat ik een eigen account nodig had of dat we hem dus konden delen. Ik zei, nou, als we hem kunnen delen vind ik eigenlijk alleen maar fijner. Dan worden daar onze salarissen opgestort. Daar gaan ook de vaste lasten van af. En als ik daar dan ook inzicht in krijg met een eigen bankpas en zeg maar telebankieren, dan vind ik dat eigenlijk helemaal prima. Alleen daar hadden we dus Jeroen voor nodig. Dus wat nu wel kan, is dat Jeroen kan inloggen in zijn bankomgeving. En als hij daar inlogt, kan hij haar toestemming geven om mij toe te voegen aan zijn account. En dan is het geregeld eigenlijk. Dan kan ik dus ook bij die rekening. Dan krijg ik papieren opgestuurd, kan ik ondertekenen, hoef ik niet meer terug te komen. Dan is het gelukt. Ik heb ook een bank-ID. Die is dus niet gekoppeld aan je bankrekening. Maar moet je wel bij de bank aanvragen. Dus dat heb ik nu gedaan. Die heb ik wel geïnstalleerd inmiddels op mijn telefoon. Dus dat is ook fijn. Dat was het voor nu. Het is... Oh nee, ik ben 20 minuten binnen geweest. Want ik zie, het is 11:50. Dus ik ga die meisjes ophalen, want die zijn vrij van school. Even kijken of ze zin hebben om misschien nog eventjes te spelen buiten daar. En Jeroen gaf net een berichtje dat ik hem ook zo meteen al wel kan ophalen van het werk. Dus blijkbaar is hij vandaag verder niet nodig. Want ik dacht dat hij nog wel eventjes moest werken. En dat hij later pas thuis zou komen. Maar dan gaan we gewoon met de hele bende van ellende weer naar huis. Daar halen we ook sterren gelijk op. Want dan hoeven we niet heen en weer terug. Die zou tot 3:30 op de opvang zijn. En dan gaan we daarna lekker met z'n allen naar huis. En eten voorbereiden. We hadden gisteren trouwens een sperrip gemaakt in de oven. Maar die was niet klaar voor het avondeten. Dus we hebben gisteren geen vlees gegeten. Nou is dat natuurlijk niet zo'n ramp om een keer geen vlees te eten. Maar die eten we dus vanavond op met, heb ik net erbij gehaald, spinazie.
en gekookte aardappeltjes. Dus yum, yum, yum. En we zijn weer compleet. Wat een verrassing weer dat ik jullie kon ophalen, of niet? Vonden jullie het leuk? Ja. Oh, hadden jullie het ook wel naar je zin volgens mij bij Frietits, hè? Ja, maar ik vind het wel jammer dat je me nu weer ging ophalen. Ja. Ja, ik dacht, zal ik jullie met de bus laten gaan of zal ik jullie ophalen? Toen dacht ik, nou, ik ga jullie gewoon ophalen. Maar ja, aan de andere kant weet ik ook dat ze naar hun zin hebben bij Frietits. Dus had ik ze ook gewoon prima met de bus naar huis kunnen laten gaan. En waren wij op tijd thuis geweest voor als ze hun thuis kwamen, zeg maar, met de bus. Dus nou ja, misschien voor de volgende keer. Voor nu zijn we allemaal compleet. Sterren zit erin. Jeroen is zich aan het omkleden, dus die komt eraan. Die nemen we ook gelijk mee naar huis. En dan gaan we de boodschappen eens even uitladen. Dit was ik kwijt. 1470 kronen en 1470,40 kronen, moet ik zeggen. En dit heb ik daarvoor gehaald. Zoals je kunt zien heb ik weer wat voorraad sapjes, wat drinken, yoghurt, sla, weer een voorraad noedels. Ik heb een aantal van deze meegenomen. En ik zag dat deze porties van 5 voordeliger zijn om aan te schaffen dan die losse pakketjes. Dus deze heb ik meegenomen om te proberen. Verder waren de aardappels weer op, heb ik meegenomen. Pasta, een beetje spinazie. Even wat tonijn, vind ik altijd wel lekker op een cracker. Of op deze broodjes. Wat nog meer, eieren waren op, kaas was op. Ik heb voor het eerst in een hele lange tijd heb ik ook wat vleeswaren meegenomen. Normaal eten we kaas of zoetig beleg eigenlijk. Of brie uit een tube. Maar de salami Milano was in de aanbieding, evenals de Serrano ham. Dus dat vind ik dan ook wel lekker om even een keer af te wisselen. Weer wat crackers. Nou ja, dit kun je eigenlijk krijgen. Plus luiers trouwens. Die hoef ik ook niet elke keer, maar die moest ik nu wel hebben. Voor een bedrag van 1470,40 kronen. Ik heb het even voor de zekerheid omgerekend. Die 1470,40 kronen is omgerekend €130,40. Voor, nou, niet volledige weekboodschappen. Ik heb ook wat dingen in voorraad moeten halen. Dus wat vinden jullie ervan? Is het duur of is het niet duur? Ik weet namelijk ook niet meer wat het in Nederland kost. Zo'n lading boodschappen. Dus let us know. Het resultaat van de spareb van gisteren. Je ziet, er blijft niet zoveel vlees meer over. Dus we gaan even kijken wat we ervan af kunnen halen. Maar we hebben stiekem al even geproefd en hij is lekker. Dus ik ben benieuwd wat de meisjes ervan vinden. Ja, ik heb al stiekem geproefd. Heel veel. Goedemorgen. Het is alweer donderdagochtend, bijna het einde van de week. En zaterdag mag ik weer werken. Zin in, jongens. Ik heb er echt zin in. We zijn aan het klaarmaken. De meisjes zijn het schema aan het afwerken. Gaat hartstikke goed. Brengt echt meer rust in huis. Dus ik ben er heel blij mee. En goed nieuws jongens. Als het goed is, kan ik morgen, of ik niet alleen, Jeroen moet mee, mijn auto ophalen. En dan ga ik hem jullie laten zien. Dus ik hoop zo dat Jeroen het voor elkaar kan krijgen met zijn werk. En dat, nou ja, dat die auto klaar staat. Als het goed is, zou die vandaag of morgen klaar zijn. Maar morgen of morgen of zaterdag klaar zijn. Sorry, zo moet ik het zeggen. Alleen zaterdag moet ik natuurlijk werken. Dus het mooiste is als we woensdagmiddag na Jeroen zijn werk op kunnen halen. En dan willen jullie mee de auto zien of niet? Nee. Willen jullie niet met mij mee terugrijden in de nieuwe auto? Ik wil graag zien als je thuis. Als je thuis bent. Nee, ik kom toch wel rijden. Ja, kun je met mij mee terugrijden? Ik ga met jou. Dat is vet. Als het goed is, ziet hij er mooie luxe uit. Dat vind je mooi, hè? Dat is op een of andere manier toch nog belangrijk voor haar. Voor mij niet. Voor mij is het nodig om een goede auto te hebben. En dat is deze. Zekerste weten dus. Woehoe! Het is weer min 20 buiten. En het sneeuwt. En dat betekent dat er een soort van glittersneeuw valt. Sarah heeft
geen zin. Ja, ik ga jou zo tillen, lieverd. Kijk. Allemaal glittersneeuw. Zien jullie dat, meisjes? Het glittert gewoon. Wij maken even ons middageten. Wat gaan we eten? Noedels! Ja, noedels! En ondertussen zijn we ook flink aan het ruimen. Het is een rotzooi hier. Het is een beetje een rotzooi hier. Maar we hebben nu alle kerstspullen, alle kleine decoratie, de huisjes die er nog stonden, hebben we allemaal niks opgeborgen en allemaal naar beneden gebracht. Ik zal even laten zien hoe de kelder eruit ziet. Die heb ik ook opgeruimd. Gelijk de kelderkast ook weer even opgeruimd. Echt even groot schoonmaak. Oeps. Ook nog. Kijk. Tada! Nou, je kunt er in ieder geval weer lopen. Als je zag hoe die eruit zag, was die niet meer bewandelbaar. Even wachten, Sterren. Nee, even wachten. Sterren mag niet naar beneden. Kijk. Tada! Gordijntje ervoor. Helemaal netjes opgeruimd. Alles wat hier op de grond lag heb ik ook eventjes eruit gehaald, meegenomen. Gelijk gecheckt. Geen lekkages, geen water, geen extreme kou in de kelder. Dus toppie. Kijk, het begint aardig wat te lijken weer. Het is weer allemaal uitgezocht. Daarop moet nog. Maar de vensterbank zijn schoon, de ramen zijn van binnen gelapt, de gordijntjes zijn gewassen. Alle vensterbanken zijn afgenomen, afwas is gedaan. En toen dacht ik, oh, ik ben toch bezig met de vuilklusjes, laat ik deze er ook eens afhalen en schoonmaken. Oh, vies man. Bah. Nou, 10 keer beter als dat het was. Ik denk echt dat ik voor 100 jaar voedselresten heb weggespoeld. En geschropt. Ik ben blij dat ik een nieuwe afwasborstel heb meegenomen. Want deze die ik hiervoor heb gebruikt, heb ik inmiddels weggegooid. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb kleren. Je hebt mooie kleren. Kijk eens hoe mooi je eruit ziet. Broeken. Shirt. Een mooie staartje in. Toch? En je krijgt een beetje krullen, hè? Lijkt wel. Wat gaan wij voor leuks doen? Papa halen. Nee, we gaan niet papa halen. Papa komt ons ophalen en dan gaan wij voor mama een... Kijk halen! Auto ophalen! Ja! Mama is zo blij! Het is gelukt, jongens. We hebben het rond gekregen en we gaan in plaats van de witte Dacia Sandero... Nu een rode ophalen. Een tweedehands versie. Helemaal prima. Hij ziet er nog uit als nieuw. Hij is rood. Net als de Clio die tussendoor kwam. Die we misschien zouden aanschaffen. Maar helemaal blij mee. Echt heel erg leuk. Hij is helemaal klaar. Hij is gecheckt. Er zitten winterbanden onder. Er zit motorverwarming in. Alles erop en eraan wat ik nodig heb. En I'm so excited! Ik krijg gewoon mijn vrijheid weer terug. En op die manier wordt het veel makkelijker met boodschapjes doen, met de kinderen ophalen van school. Als dat nodig is, als ze ziek zijn bijvoorbeeld. Of andere dingetjes plannen, kapperbezoekjes, naar de dokter, naar... Alles! Alles wordt gewoon veel makkelijker als ik ook een auto heb. Dus echt heel erg blij. Kijk eens wie er thuis is. Papa! Hi. Papa er weer! Papa er weer, hè? Oh, wauw. Je hebt mooie schoenen, hè, Sterren? Wauw. Dat zijn niet nieuw, maar je hebt ze nog nooit aangehad bijna. Nee, 2 keer, denk ik, of zo. Hé, heb je er zin in? Ik heb zin in, jij ook. Ik ook. De meisjes zijn zo thuis, gaan we inpakken en gaan we. Ik heb hem 4 uur afgesproken, dus dat moeten we dan maar redden. Ja, dat hebben we wel. Hij zei, je moet even laten weten hoe laat we er zijn, zodat hij papieren op orde heeft. Dus... Yeah. Zijn we iets later dan 4 uur, maar goed. Dus sluiten we daarvan. Dat komt helemaal goed. Allemaal aanwezig, jazeker. Check, check, dubbel check. We zijn onderweg naar Luleå. Heel erg veel zin in. Maar dat had ik jullie al gezegd. We vallen een beetje in herhaling. Maar we hebben een ritje van 1,5 uur voor de boeg. En jullie zullen zo meteen mijn auto zien, jongens.
We zijn er, kijk. Let's go. En deze. Ja, daar is die. Daar is die, hè? Hij is mooi, hè? Ja, hij is echt heel mooi. Hij is eigenlijk hetzelfde als die witte die ik zou krijgen, maar dan in het rood. Ja. En meer opties, zei hij nu. Ja, deze is luxe. Nou, gaan we naar de Mac. Goedemorgen. Goedemorgen. Zaterdagochtend. Het is 8:15 en ik ben al helemaal klaar om zo meteen weer aan het werk te gaan. Het is mijn tweede werkdag vandaag. En ik mag in mijn nieuwe auto. Ik zal jullie eventjes een rondleiding geven in mijn nieuwe bolide. Kijk, daar is hij. Een Dacia Sandero is het. Een rode. Rood is niet per se mijn favoriete kleur voor een auto. Maar goed, ik ben sowieso al blij dat ik überhaupt een auto mag rijden. En ik vind deze kleur heel eerlijk ook niet echt heel verkeerd. Het is echt een beetje een donkerrode kleur. Ja. Autosleutels, die ga ik even pakken. Zo, het is lekker warm in de auto. Ik heb gelijk bij de deur dicht gedaan. Want je hoort het misschien wel op de achtergrond. Maar de interieurverwarming staat aan. Die heeft Jeroen vanmorgen aangezet. En heel eerlijk, die doet het best goed. Want het is hier prima op temperatuur. Ik ga jullie even een kleine tour geven. Het is natuurlijk niet heel groot. Maar ik zal jullie even laten zien wat voor opties erop zitten. En hoe die er van binnen uitziet. Grootste wat voor mij. Ik kan die kinderen natuurlijk gewoon meenemen. Die kan ik een keer ophalen. Ik kan uitjes doen met die kinderen alleen. Ook wel met Jeroen erbij. Maar ja, dan zullen we eerder de Volvo pakken. Maar ik kan gewoon mijn gang gaan naar de attervinding, naar de winkel, naar school, naar waar ik ook heen wil. Ik kan gewoon elke minuut van de dag gewoon mijn eigen auto pakken. En dat is echt super fijn. Ik zei gisteren tegen Jeroen, ik zeg, je weet echt niet. Ik kan echt niet omschrijven hoeveel dit voor mij betekent. Dat we dit op deze manier kunnen doen. En hoe blij ik hiervan word, zeg maar. Dus ik ga hier zo meteen mee naar mijn werk rijden. En gisteren de rit van Lulio naar huis was een beetje spannend. Andere auto. Het was donker. Maar nu kan ik met volle bak licht gewoon rustig aan die kant op rijden straks. En ja. Zo blij! Zo, het is 11:30 en we hebben eigenlijk niet zoveel gedaan. Een beetje bank gehangen, maar ze hebben nog even boven gespeeld. En nu is het tijd om wat noedel te eten. Ik stik er bijna. Doe voorzichtig. Het zit allemaal aan de noedels. Bent aan de noedels, Bo aan de noedels, Ster aan de noedels. En mijn noedels zitten in de pan. En mama aan de noedels bij het hotel? Nee, ik denk dat die daar gewoon middag eet. Die kan met het buffet mee eten. En dan gaan we verder even de spullen pakken. Want de meisjes slapen vandaag bij Joanna, bij mijn vriendin. Kijk. Maar eerst moeten we Bente nog naar een verjaardagsfeestje brengen. En dan gaan wij even de boodschappen doen. Bo, ik en Sterre. En dan gaan we Bente daarna weer ophalen. Waarschijnlijk gaan we nog even bij mama kijken bij het hotel. Ja. En dan rijden we door naar Landscherf. Want daar moeten we de meisjes naartoe brengen. Want die logeren daar. Zo. Wij zijn weer terug. Ik ben alleen nog met Sterre, zoals jullie zien. We hebben Bent en Bo hebben we weggebracht. Waar zijn die? Waar zijn Bent en Bo?
zijn bij Joanna, hè? Bent en Bo, die hebben bij Joanna afgeleverd. En wij, wat gaan wij doen, Sterre? Ah. Wat gaan wij doen? Kaas. Kaas? Nee, dat is boter. Ja. Wij gaan pannenkoeken bakken samen. Dan gaan we even lekker pannenkoeken eten, hè? Hé? Hey? Hallo, kun je nog wat zeggen? Nee? Sterre is een beetje moe. De boter is bijna gesmolten en dan gaan we zo het beslag erin doen. Dan gaan we pannenkoek eten, hè? En Bo, ligt het lekker? Ja. Goed zo. Bente, test jij ook even je bed? Ik ook. Het is een beetje hard. Hé, hey, wat werd er geschoven? Het kan zijn dat je bed verschuift. Dat er iemand onder ligt? Ja. Ik denk dat ze alvast gaan slapen. Nee. Zonder eten naar bed. Nee hoor. Ik wil niet alleen naar bed. Ik wil niet alleen naar bed. Ondertussen zitten we aan het avondmaal. En wij zijn erbij. En jullie zijn erbij. Je mag hem ook afwachten. Avond eten. Dan mogen wij film kijken. Ja. We gaan filmavond doen. Eet smakelijk. Oké, de dames liggen ondertussen soort van in bed. En het is 8:00. En ik heb met ze afgesproken dat als het 8:30 is, dat het stil moet zijn. Ja, dat mag. Waarom? Ik heb daar een lampje aangezet, dus die moet uit als het 8:30 is. Tot die tijd mogen ze nog even wat spelen, boekje lezen. Ik val op heel. Oh nee. Wij gaan lekker even springen hier. Dit wordt een slaapfeestje. En ik denk dat ze het wel leuk vinden. Ja, we vinden het zeker. Bente die gaat gamen tussen haakjes. Ik ga even hier liggen. Dit is mijn hele stiekje. Misschien als ik wel wakker word, dan ga ik wel misschien op boos staan. Kijk, ik heb mijn elastiekje hier. Oké, dat is goed. En anders heb ik nog wel elastiekjes. Ja. Dames, slaap lekker en ik kom straks nog even kijken. Ja, hoe gaat het? Oké, doei doei. Doei doei. Slaap lekker. Slaap lekker, Milo. Is het lekker, Sterre? Ja, hè? Pannenkoekjes zijn goed gelukt, hè? Dus we samen te eten. Papa heeft zijn buikje vol. Sterre is nog even lekker aan het eten. Goed zo. Lekker, hè? Samen gebakken. Samen gebakken, hè? En we're back. We zijn weer terug na een werkdag van, van 10 tot 7 ben ik aan het werk geweest. Het was weer een superleuke dag. Weer veel geleerd. Dus dat is super tof. Ik mag morgen weer, hebben ze me gevraagd. Er is namelijk iemand ziek geworden. En ik heb even overlegd met Jeroen, maar het lijkt geen probleem. Het is wel jammer dat ik dan op dat moment even niet bij de kinderen kan zijn. Maar ik weet dat ze in goede handen zijn. En ik ga ervoor zorgen dat ik op tijd terug ben om ze in te stoppen. Dus dat vind ik al heel fijn als dat zou kunnen. En verder wordt het voor mij een hele leerzame dag. Want morgen checken er 140 gasten uit. En komen er ook weer 140 gasten inchecken. Dus een hele andere dag dan dat ik tot nu toe gewend ben. Want nu was ik steeds op momenten dat de gasten er al waren. En eigenlijk tegen het einde van hun verblijf zaten. Dus de meeste vragen waren al gesteld. De meeste dingen waren al gedaan. Omdat ze de deurs al een aantal dagen zaten. Maar goed, andere dag dus morgen. Ik heb er wel heel erg veel zin in. Jeroen is de sauna aan het aansteken. Ik heb net de vlog, het laatste stukje van de vlog even gecheckt. Dus die is aan het renderen. Ik kan morgen rond online. En ik heb lekker pannenkoek gegeten.
Die meiden zijn aan het logeren. Tenminste, de oudste twee zijn aan het logeren. Sterren ligt te slapen. De webcam staat aan. En wij gaan zo meteen lekker saunaatje pakken. Dat was hem weer voor deze week. Super bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je de vlog leuk vond. En ik zeg tot de volgende!